je doet dit, hè, dat je ruimte maakt hier. Omdat dit juist een moment biedt dat je even vooral tot rust komt. Ik denk met name in je hoofd. Dus die haken dan af omdat het moeilijker is om in je eigen omgeving misschien de discipline op te brengen, je yoga beoefening te doen. Ja, voor mensen die geen yoga beoefenen, ziet yoga er misschien uit als gewoon wat gymnastiek oefeningen op een mat, waardoor je soepel blijft en even een momentje voor jezelf. Maar ik denk dat veel mensen zich niet realiseren dat het veel verder gaat dan dat. Ik hoop gewoon dat mensen op een gegeven moment de moed krijgen om zich weer op te geven. Maar ja, het blijft een onzekere tijd. Ja.